Weet je, in mijn ambitie heb ik altijd gewoon heel veel willen betekenen. En dit was eigenlijk een logische vervolgstap. En eh, toen het zich aanbood, dacht ik: Dat wil ik graag. Ik wil graag iets betekenen voor die mensen in Pelemaas. En ik heb gewoon gereageerd en ik dacht: Ga het gewoon proberen. Doen. Ze zit amper twee jaar in de gemeenteraad van Pelemaas... en Maas. maakt nu de overstap naar het college om wethouder te worden. Natasja Vaas uit Nasbree vult daarmee de functie in die vrijkwam... toen Magdelt Beukema in januari opstapte. Vaassen houdt zich al jaren bezig met de zorg en het sociaal domein. Op dit moment werkt ze als kwartiermaker in het sociaal domein... voor Noord-Limburgse gemeente en is zorgregisseur in de gemeente Gennep. Ik heb veel meegemaakt, veel gezien... Um... Binnen de jeugd, binnen de ouderenzorg, binnen verstandig zorg. Um, in de internaten heb ik gewerkt als professional, de jeugdinternaten. En uh, ik heb zo uh, in al die tijd de wereld zien veranderen naar uh, iedere keer weer een andere wereld. En uh, dat heeft me altijd heel, heel diep geraakt. Um, ik heb altijd het gevoel dat ik zelf iets moet betekenen in deze wereld. He, ze zeggen wel eens vaker: uh, verbeter de wereld, begin bij jezelf. En uh, ja, ik, ik denk dat ik dat uh, zelf helemaal uitdraag om er iets in te betekenen. Fase is ook zeer actief in het vrijwilligerswezen van Peel en Maas. zoals bij Kindervakantiewerk Maasbree, het MAF-centrum. En ze was actief bij de oprichting van de voedselbank Peel en Maas en de speelgoedactie. Ik denk dat uh, mijn hele leven bestaat uit durven dromen, durven doen en doorgaan. En dat heeft uh, heel veel gebracht. Heeft van alles gebracht in de zin van mooie projecten op mijn werk. Maar ook in mijn vrijwilligerswerk denk ik. De voedselbank, denk het MAF-centrum. We hebben kids in de armoede in het verleden gehad. Burendag. Uh... Ik kan zomaar van alles opnoemen. Landelijk ben ik met allerlei verbindingen actief. Want verbinden is wel het toverwoord voor mij. Je kan niks alleen. Je moet alles samen doen. De kracht van het samen doen brengt ieder mens verder. Ja, daar geloof ik gewoon heel erg in. Bij haar kandidaatstelling als gemeenteraadslid, twee jaar geleden, had ze al de ambitie om wethouder te worden. Oudwethouder Wim Hermans ook het Maasbree vroeg haar om het stokje over te nemen als vertegenwoordiger van Pele Maas. Toen Wim me vroeg, was ik heel vereerd. En toen dacht ik, oh jee, Wim stopt, dan nou moeten we iets voor Maasbree wel doen. Toen was het nog Maasbree, hè, dus begrijp me niet verkeerd. Nu is het Pele Maas en dan raadslid raadslid ook Pele Maas. Maar ik dacht, ja, we, we moeten wel iemand er hebben zetten vanuit Maasbree die ook Maasbree vertegenwoordigt. Maar toen heb ik wel tegen Wim gezegd, luister Wim. Ik neem nu een half stokje van je over. Ik zou wel graag het hele stokje over willen nemen. Dus ja, ik had wel al in mijn gedachten dat ik die koers wilde varen. Ik heb heel veel mooie wethouders gekend in al die jaren dat ik in het sociaal domein gewerkt heb. Waar we flink mee gebouwd hebben, waar we flink het verschil mee gemaakt hebben. En uh, ja, ik zou ook graag uh, iets willen betekenen uh, als wethouder. Dus ja, zo is het gegaan. En zo maakt haar politieke carrière in twee jaar een vlucht. De Maspreese wil een menselijke wethouder zijn, zo zegt ze. Betrokken, die veel zichtbaar is, die goed kan luisteren, die meedenkt, die tijd neemt voor mensen, maar die ook durft door te pakken. He, dus, die uh, goed op de hoogte is van uh, maatschappelijke ontwikkelingen. Weet wat, wat er nodig is om uh, de wereld te kunnen veranderen. We hebben uh, een heel aantal zware opgaves te gaan. He, denk aan de, de hervormingsagenda Jeugd die eraan zit te komen. Maar ook het nijpende stuk. De verenigingen vanuit cultuur, uh, en kunst. Uh, die heel erg uh, ja, liggen te ze zoeken van hoe krijgen we het allemaal rond. En het stukje gezondheidszorg, we hebben toch heel veel te maken met jongeren die aan het vepen zijn gegaan. Die verslavingsgevoelig dreigen te raken. De druk eh, die op mensen rust, eh, waardoor mensen steeds meer verward raken. Daar hebben we echt nog wel wat te doen met ons allen, met ons samen. En daar hebben we echt nog wel iets eh, in te betekenen en iets in te doen. Dus een wethouder die daar oog voor heeft, eh, dat is een wethouder die je van mij mag verwachten. Het is de bedoeling dat Fase na goedkeuring van de Raad op dinsdag 23 april wordt benoemd.